Bismillahirrahmanirrahim. Welkom beste kijkers bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering gaan wij op verzoek van verschillende broeders een website weerleggen. Deze website is bekend van de stichting Al-Yaqeen. En deze website bevat meerdere misconcepties omtrent het shiïsme en omtrent de school van de Ahlul Bayt, alayhum assalam. Echter vertellen zij die misconcepties niet op video. Dus vandaar dat ik in het verleden niet echt te veel bezig was met Al-Yaqeen. Maar op verzoek van verschillende broeders zal ik het artikel weerleggen. Het artikel luidt als volgt. Jullie zien nu de website op jullie beeldscherm. Het kalifaatschap van Ali. Er wordt een vraag gesteld. Wat is de regelgeving over de mensen die beweren dat de profeet, vrede zij met hem, Ali heeft aanbevolen voor het kalifaatschap? Zij zeggen dat de metgezellen zich tegen hem hebben samengespannen. Als antwoord geven zij, het kan niet anders zijn dan dat deze bewering vanuit het shiïsme afkomstig is. Het is een vals en ongegrond gerucht. Er zijn vele bewijzen waaruit blijkt dat de kalif, na de profeet, vrede zij met hem, Abu Bakr was. Zij beweren dat dit onjuist is, dat dit op niks is gebaseerd. Maar zijn zij niet op de hoogte van de meest betrouwbare overlevering in de geschiedenis van de islam? Het evenement van Ghadir. De dag van Ghadir. Is dat geen bewijs voor Imam Ali alayhi salam? Dat hij de opvolger na de profeet sallallahu alayhi wa sallam is. In verschillende overleveringen vanuit de Soenitische boeken staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: voor wie ik leider ben, is Imam Ali alayhi salam leider. Voor wie ik leider ben, is Ali leider. En meer dan 100.000 man, meer dan 100.000 metgezellen, zagen dit gebeuren. En dit lezen wij ook in hun boeken. Lees met mij mee. Al-Nisa'i in zijn boek Ghasa'is Amir al-Mu'minin. Op bladzijde 96 en overlevering 79. Daarin staat, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Allah is mijn meester. En ik ben de leider van iedere gelovige. Toen pakte hij de hand van Ali en zei, voor wie ik zijn leider ben, is ook Ali zijn leider. De volgende bron. Ibn Kathir, in zijn boek Al-Bidaya wa Nihaya, in volume 7, op bladzijde 668, precies dezelfde overlevering. En hij zegt daaronder dat Al-Dhahabi heeft gezegd, deze overlevering is sahih, authentiek. De volgende bron. In het boek Al-Matalib van Ibn Hajar al-Asqalani. In volume 14 op pagina 132. Overlevering 3943. Staat er van Ali die zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam stopte bij een boom in Gom. Daarna kwam hij en pakte mijn hand en zei tegen de mensen, getuigen jullie niet dat Allah jullie Heer is? De mensen zeiden jawel. Daarna zei hij, getuigen jullie niet dat Allah en zijn boodschapper meer autoriteit hebben over jullie dan jullie over jullie zelf hebben? En dat Allah en zijn boodschapper jullie meester zijn? Zij, dus de metgezellen, zeiden, jawel. Daarna zei hij, dus de profeet zei, voor wie Allah en zijn boodschapper de meesters zijn, dan is deze Ali ook zijn meester. En ik heb met jullie iets achtergelaten, dat indien jullie eraan vasthouden, jullie niet zullen dwalen. Het boek van Allah en mijn Ahlul Bayt. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft wel degelijk gezegd wie zijn opvolger is. De woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn zeer duidelijk. Voor wie ik leider ben, is Imam Ali. Is Ali ibn Abi Talib leider.
Dus de eerste leugen van al-Yaqeen, van stichting al-Yaqeen, is dat zij beweren dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam nooit heeft gezegd dat imam Ali alayhi salam de leider is. Terwijl dit in verschillende sunnitische en betrouwbare overleveringen staat. Wie deze overlevering, voor wie ik leider ben, is Ali leider, wilt verzwakken, moet de hele islamitische geschiedenis verzwakken. En er zijn nog veel meer bewijzen voor het leiderschap van imam Ali alayhi salam. Maar we zijn benieuwd, geloven zij daadwerkelijk in de woorden van de profeet of niet? En beste kijkers, jullie zien nu al dat zij niet in de woorden van de profeet geloven. Want de profeet zegt, voor wie ik leider ben is Ali leider. En wie volgen zij als leiders? Abu Bakr, Omar en Uthman. En Abu Bakr en Omar en Uthman, daar heeft de profeet nooit naar verwezen. Nergens heeft de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ooit gezegd, o Abu Bakr, jij bent de leider, o Omar, jij bent de leider, o Uthman, jij bent de leider. Nee, sterker nog, we hebben overleveringen dat de profeet zegt, al-Hassan en al-Hussein zijn de leiders over de jongeren in de hemel. Laat staan wat hun status vandaag de dag op de wereld is. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verwezen naar het leiderschap van imam Ali alayhi salam, van imam al-Hassan alayhi salam en van imam al-Hussein alayhi salam. Dus het leiderschap van imam Ali alayhi salam is vastgesteld in hun eigen boek. En ze verbergen dat op hun preekstoel om te voorkomen dat jullie hierachter komen. Een bekend ander bewijs of een argument die ze erbij halen is dat Abu Bakr het gebed zou gaan leiden of dat hij het gebed aan het leiden was toen de profeet ziek was. Ten eerste, wie zegt dat de leider van het gebed de leider over de moslims is? Waar in de edele Koran staat bijvoorbeeld dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, degene die het gebed leidt is gelijk de opvolger. Staat nergens. Waar heeft de profeet ooit gezegd dat Abu Bakr de leider is als hij het gebed leidt? Ten tweede, vandaag de dag in jullie eigen landen, bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, degene die het gebed leidt in Makkah of Medina, is hij de leider over Saudi-Arabië? Nee. Ten derde, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam te horen kreeg dat Abu Bakr het gebed aan het leiden was, hij ging naar de moskee toe en hij zorgde ervoor dat Abu Bakr het gebed niet meer kon leiden. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam was tegen het leiderschap van Abu Bakr. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging voor Abu Bakr staan, waardoor hij het gebed niet meer ging leiden. Dit is een duidelijke weerlegging op Abu Bakr. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in veel meer overleveringen vastgesteld dat imam Ali alayhi salam de hoogste positie heeft onder de metgezellen. En dat hij zelfs een hogere status heeft dan bepaalde profeten. Omdat imam Ali alayhi salam de boodschapper is van de islam. Hij is degene die de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam mag verkondigen namens hem. Hij is de enige die toestemming kreeg om de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te verkondigen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook, o Ali, jij bent voor mij als Harun voor Musa, maar er is geen profeet na mij. Waar zei de profeet dat ooit over Abu Bakr en Omar en over Uthman en over andere corrupte leiders? Beste kijkers, jullie moeten logisch nadenken. De profeet zegt, voor wie ik leider ben, is Ali leider. Waarom doet men zo koppig om de Ahlul Bayt alayhum salam los te laten en om een duivelse geloof aan te houden die gebaseerd is op criminelen, op terroristen als Abu Bakr en Omar. Terroristen omdat zij de dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hebben vermoord. Vandaag de dag nemen jullie afstand van Abu Bakr al-Baghdadi, la'natullahi alayhi. Dus moeten jullie ook afstand nemen van Abu Bakr en Omar, de twee vijanden van de islam. Inshallah ta'ala zullen wij in meer afleveringen deze stichting weerleggen indien zij daadwerkelijk mannen hebben die in staat zijn om
hun eigen artikelen voor te lezen. Want wat zij nu doen is copy-paste van onwetenden als Uthman al-Khamis, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn weet ik veel wie. Ze hebben geen eigen onderzoeken. Het enige wat ze doen is ze kopiëren, ze plakken, ze vertalen naar het Nederlands en meestal klopt de vertaling ook nog niet. Zoals we eerder al hebben aangetoond van Uthman al-Khamis. Moge Allah subhanahu wa ta'ala hen leiden tot de islam.